in deze nederige een rustpad, zodat u kan verhalen over de wonderlijke dingen die hier eens gebeurden. Lang, heel lang geleden woonde in deze herberg een gemene waard. Bij hem kwamen drie zonen van een arme kleermaker. Deze had als beloning van hun leermeester een wonder ezel. Ezeltje, strekje. Een tovertafeltje en een magische knuppel gekregen. De twee zonen van deze herberg bij de Sloevenwaard al eerder de wonder ezel van zijn oudere broer had gestolen. Het vuur onder de potten zal gedoofd. Gronden de waard. Nou, ik zorg wel voor mijn eigen maal. Tweede zoon, de waard in het zilverdak vond verliet de gelagkamer en legde zijn oren te luisteren tegen de deur. Wat was het ook alweer? Tafeltje, tikje, tafeltje, tikje, tafeltje, tikje. Enkele bezoeker, nadat de waard dit alles gehoord en gezien had, verruilde hij het tovertafeltje voor een gewoon tafeltje. Toen de jongste zoon hoorde van de diefstallen, ging ook hij naar de hebben om de waard een lijfje te leren. En riep: knubbeltje, uit de zak! De knubbel kwam zonder de waard net zo lang door voor de wondereven en het tovertafeltje had teruggegeven. Daarna was het een groot feest en ze leefden nog lang en gelukkig. Ach, excuseer me, edele gast. Ik zie u graag mijn voet. Goede reis, dat op de volgende maal in herfst en leefst. Zo kwam ik deze herfst.